Volgens die skoolondersteuningsentrum moet kinders na die staat van inperking minstens 1 keer per week by die skool kan uitkom om te begin werk. Die centrumse 5-punt plan is reeds die week aan die minister van basiese onderwijs, Angie Motshekga, gestuur. Die veiligheid is verschrikkelijk belangrijk. Ouders wil weten dat de kinders is gezond en, maar ons het ook achtergekomen dat skole een geweldig belangrijke maatschappelijke rol speel. Hierdie plan vir die hoofde is een kwestie van dat elke graad tenminste 1 keer in een week by die skool gaan uitkom, maar nog steeds so dat jy sociale afstand kan handhaf. So as hulle 1 keer een week daar kom, kan hulle een pakkie afgerolde materiaal kry. En hulle het ook een mikpunt om te focus. Volgende week moet jy terecht wees daar. Ek kyk die juffrou weer in die oë en my goed moet klaar wees. So dit bied vir kinders ook een lekker structuur. Hulle stel ook voor dat digitale planne herzien word. So ek denk, het is verskrikkelijk belangrijk dat elke school ook een plan in plek het dat leerders meer van die technologie gebruik kan maak. Selfs als school normaal voortgaan, met een vervlechte leermodel kan die technologie ongelooflike ondersteuning gee. Buys meen skole moet die belangrijkste werk in die curriculum prioritiseer. Wat is daar die goed wat volgende jaar opgebouw gaan word, wat jy nie nou kan ignoreer en sê, gaan maar net aan, dit moet hierdie jaar gedek word. Bijvoorbeeld om te kyk na breuke en hoe breuke werk in graad 4, voor jy graad 5 meer gevorderde werk daarop doen, dan kan jy dit nie uit die curriculum uitsny. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Centurion.